Als je financiële verslagen of iets dergelijks binnenkrijgt, worden deze heel vaak als PDF toegestuurd. Als je zelf nog wat berekeningen op deze bestanden wilt loslaten, kun je deze bestanden importeren in Excel. Dat kan zelfs met meer bestanden tegelijk. Hoe dat werkt bekijken we in twee auto's. Excel 365 is geopend. We kijken in de verkenner naar deze vier bestanden die we in de auto's gaan gebruiken. Je ziet dat het niet te uitgebreid is, maar wel zeer geschikt om te bekijken hoe deze functie werkt. In deze eerste auto bekijken we hoe je één PDF in Excel importeert. Dat doe je via het tabblad Gegevens. Via de knop Gegevens ophalen kies je uit bestand en vervolgens uit PDF. Daarna selecteer je de werkmap en je klikt op Importeren. Het venster Navigator wordt geopend. Je ziet dat de naam van de map gelijk is aan de geopende PDF met een vervolgnummer. Je ziet twee opties. De bovenste laat de tabel zien en de tweede betreft de werkblad. In dit geval is dat hetzelfde. Als je meer werkbladen hebt, overigens, zie je die hier. Overigens zie je dat voor lege cellen steeds 0 wordt ingevuld. We bekijken wat er gebeurt als je voor laden kiest. Je ziet dat de exacte gegevens in Excel verschijnen. Maar het zijn wel alleen gegevens. Formules worden niet meegenomen. Dat zie je in de formulebalk als ik de cellen selecteer waarin de bedragen worden opgeteld. De werkmap is nog wel verbonden met de PDF. Als die wordt gewijzigd, veranderen ook hier de gegevens. We bekijken dat. Het originele Excel-bestand is in beeld. Ik verlaag de subsidie naar 100 euro en schrijf het Excel-bestand als PDF weg. Het bestand wordt overschreven. We zijn terug bij de geïmporteerde PDF. Via deze knop in het rechtervenster breng je het origineel in beeld. En als je erop klikt, kun je vernieuwen, zodat ook de gegevens in de werkmap worden bijgewerkt. Je kunt de werkmap ook automatisch laten vernieuwen. Klik hier met de rechtermuisknop op de tabel en kies eigenschappen. Hier kun je ervoor kiezen na een bepaalde periode automatisch te vernieuwen, bijvoorbeeld na 30 minuten, of automatisch vernieuwen bij het openen van het bestand. Tot zover deze eerste auto. In de tweede bekijken we hoe je meerdere PDF's kunt gebruiken.